eindelijk is het zover. Park Hilaria op de Kennedylaan is geopend. De komende 10 dagen kan iedereen zich uitleven op de kermis. Ik heb nog niet zo heel veel gezien, maar ik vind die looping wel leuk. Tot nu toe vind ik het heel leuk om te zien. Ja, het is zo groot hier, want dat zijn wij zeg maar niet gewend. Ja, je hoeft allemaal op één plaats te zijn. Hè? Vroeger had je er stukken 4, 5. Dus dat scheelt wel een beetje. Voor het publiek is zo'n kermis natuurlijk hartstikke leuk. Maar voor de exploitanten is het soms wel een beetje afzien. Nou, het is heel hard werken wel hoor. Want het zijn lange dagen. En ik mis vaak het middageten. Als je om 1 uur moet beginnen, dan moet je 's middags al zo vroeg warm eten. Maar hier begint de kermis heel fijn om 2 uur. En dat is een hele fijne tijd. Ik ben pas 37, ik ga gewoon door. Een uur na de opening vanmiddag was het al vrij druk op Park Hilaria. Maar het zijn vooral de kinderen die de attracties als eerst uittesten. Hoe vond je het? Ja, ik vond het heel leuk, maar ik dacht eigenlijk dat het een beetje harder ging. Maar ja, het was wel. Dat ging wel. Ja, ben een heel kermis. Zo de kerk kon je nog zien. Ja, je echt alles, jongen. Hij zag er een beetje als de octopus eruit. En hij ging van hoog naar laag en hij draaide rond. Park Hilaria is nog tot 14 augustus geopend. Studio 040 is er volgende week iedere dag bij voor het Park Hilaria-journaal.